Hallo allemaal! En super tof dat jullie kijken naar een nieuwe video op YouTube-kanaal van het YouTube Crypto Instituut. Het is vandaag dinsdag 9 augustus. En normaal gesproken zou natuurlijk op een dinsdag de 5000 challenge online komen. Maar dat er morgen in Amerika het nieuwe CPI-cijfer bekend wordt gemaakt. We hebben besloten om de 5000-1000-Dagje te verplaatsen naar morgenavond. Want we hebben natuurlijk de afgelopen tijd vaker gezien. Op het moment dat de economische cijfers gepresenteerd worden in Amerika komt er wat meer volatiliteit in de markten. En we hebben natuurlijk de hele tijd al deze evenementen niet getraind in deze 500.000 challenge. Dus dat doen we natuurlijk deze keer dan ook niet. In plaats daarvan bespreek ik vandaag een korte prijsupdate over FeeChain. En als we dus altijd bij die korte prijsupdate beginnen op het dagelijks tijdframe, dan gaan we als eerste kijken naar die IMA Ribbon. Maar voordat we dat gaan doen, moet je natuurlijk zo altijd eerst vermelden dat deze video op geen enkele manier geïnterpreteerd wordt als financieel advies. En dat je daarom ook zet alleen maar kan gebruiken voor educatieve doeleinden. Als we nu beginnen met die IMA ribben dan kijken we dus op dit moment ernaar en dan zien we dat die heel erg mooi bullish op dit moment is geflipt. Maar we zagen natuurlijk al van meerdere coins dat die 100 IMA op dit moment gewoon het probleem is. En dat is ook voor Fijan op dit moment op het dagelijks tijdframe aan de hand. We zien namelijk dat Vietje is dus heel erg mooi uit die ribben naar boven toe is gebroken. En daarna is natuurlijk de 100 IMA op dit moment het volgende level wat je wil gainen. Die ligt bij de 3,2 dollar cent. En je ziet dat FeeChain over de afgelopen dagen al een aantal keer die 100 IMA op de dagelijks heeft getest. Gisteren wisten we zelfs erin te wikken. Maar het is ons niet gelukt om er een body boven te sluiten. Dus deze op dit moment nog steeds resistance. En op dit moment worden we daar natuurlijk wel stevig afgewezen. hadden we verder af, dan vinden we op dit moment de support van de ribbon ongeveer bij die 2,8 dollar cent. En loopt helemaal door tot en met ongeveer de 2,7 dollar cent. Weet u uiteindelijk die 100 IME te gainen voor VeChain? Ja dan kan je natuurlijk naar die 200 IME en die vind je op dit moment terug bij ongeveer de 4,5 cent. Gaan we dan nou kijken naar die RSI op het dagelijks tijdsframe voor VeChain. Dan zien we dat er een bearish divergentie is aangemaakt. We zien namelijk dat de RSI gisteren een lagere top heeft gezet. Terwijl de RSI, op de RSI hebben we een lagere top gezet. Terwijl we natuurlijk in de koers een hogere top hebben gezet. Het is allemaal heel erg minimaal, maar natuurlijk is het wel gewoon een bearish divergentie. Dus dat ziet er op dit moment een stukje minder positief uit. Wat natuurlijk wel gewoon positief is op dit moment, is dat Fijtje nog steeds gewoon boven die 50 RSI zit op dat dagelijks tijdframe. Dus we zijn nog steeds op RSI, in ieder geval in dat boelisch gebied. Maar op dit moment zien we dus wel dat we een afkoeling lijken te krijgen vanuit die bearish divergentie die we natuurlijk gisteren hebben aangemaakt. Gaan we dan nu verder kijken naar de support en resistance levels, dan meten we natuurlijk ook de Fibonacci's uit. En de eerste Fibonacci komt voor Chain op de dagelijks tijd, vergeven vanuit de top die hier gezet is in april, naar die bear market bodem. En als we deze Fibonacci dan schetsen op dit moment, dan zien we dat we de 0.236 nog moeten opzoeken. Die ligt namelijk bij de 3,6 cent en daarna ligt de 0.382 bij de 4,6 cent. De 0,5 vindt vervolgens terug bij de 5,5 dollar cent. En de Gold Pocket ligt tussen de 6,3 en 6,5 dollar cent. Kijken we een stukje lager en kijken we naar een film. Als je komt vanuit de high van begin mei naar die bear market bodem. dan zien we op dit moment dat we gisteren precies de resistance hebben opgezocht bij die 0,382, die bij de 3,3 dollar cent ligt. Deze wil op dit moment dus heel erg graag gainen. We kunnen natuurlijk afdalen terug naar die 0,236 bij de 2,8 dollar cent ongeveer. Om deze te retesten als support. We hebben dit namelijk na de uitbraak erboven niet gedaan. Dus dat is iets wat we natuurlijk wel vaker zien gebeuren. Wat ooit resistance was, wordt weer support en omgekeerd. Uiteindelijk als we 0.382 weten te breken bij die 3,3 dollar cent. Dan kijken we dus richting de 3,7 dollar cent, de 0.5. Voor het bij de golden pocket aankoop tussen de 4,1 en de 4,2 dollar cent. Kijk op dit moment dan naar de support levels voor Fechain op dat dagelijks tijdframe. Dan weten we natuurlijk de Fibonacci uit. Die komt vanuit de bear market bodem. Die gezet is op 18 juni. Naar nou, op dit moment de huidige top. En dan zien we op dit moment dat we vandaag, dus heel erg kortstondig door het 0236 level zijn heen gewikt. Dat ligt ongeveer bij de 3 dollar cent rond. Maar op dit moment houden we in ieder geval wel eens de support erop. Omdat we nog steeds boven zitten. Dalen daar we daardoor is het volgende level de 0382 bij de 2,8 dollar cent. En daarna vinden we 0,5 terug bij de 2,6 dollar cent. Voordat je bij die Golden Pocket aankomt tussen de 2,5 en de 2,4 dollar cent. Kijk op dit moment op v chain. dan puur naar prijslevels. Dan willen we in ieder geval heel erg graag, natuurlijk, door die 3,4 dollar cent heen breken. Als we daar eventjes een horizontale lijn op zetten, dan is dit natuurlijk de range highs. Weten we deze uiteindelijk te gainen? Ja, dan is het volgende belangrijke level voor v chain. Waar we zeker weer resistance mogen verwachten rond die 4,5 dollar cent. Dit is namelijk het prijslevel waar de koers in het begin van het jaar heel erg vaak support heeft opgezocht. Op de dagstijdframe. tijdframe af en toe een keer doorheen is gewikt, maar er eigenlijk altijd wel boven wist te sluiten. Dus weten we uiteindelijk echt deze lokale highs te kennen van de maanden mei en natuurlijk begin van juni. Ja, dan is het natuurlijk logisch dat het volgende belangrijke level die 4,5 dollar cent wordt. Wat we in ieder geval op dit moment op het dagelijks tijdsframe verder nog willen zien, is dat we eigenlijk die 2,8 dollar cent wel vast willen houden. Als we daarna ook even een lijn op plaatsen, dan zie je dat dat dus de support levels zijn geweest. Voordat we verder omlaag schoten in het begin van juni. En het is ook aan het einde van juli en begin augustus dus resistance geweest. Dus die 2,8 dollar cent wil je heel erg graag wel vasthouden. Daarmee, als we een heel klein stukje de lijn omlaag verplaatsen, naar ongeveer die 2,7 cent rond, staan daar dus weer die highs van die range daaronder na dat we die support verloren. Dus je wilt in ieder geval wel graag dat fiat die 2,8 tot 2,7 cent vasthoudt als support, anders is de kans natuurlijk weer groot dat we weer in dat gebied tussen juni en juli eigenlijk weer terug ingezogen worden. En dat is natuurlijk iets wat we op dit moment liever niet willen zien. Gaan we nu als laatste nog kijken op het 4 uur tijdsframe voor VeChain. chain Dan kijken we als eerste ook naar die IME-ribben. Dan zien we op dit moment dat we wel onder die ribben zijn geschoten. Op dit moment. We weten in ieder geval met de vorige candle body die zojuist gesloten is, nog de support aan te houden. Omdat we nog boven die laatste ribben hebben gesloten. Maar op dit moment zitten we wel onder die 50 IME op het 4 uur tijdsframe. Dat is natuurlijk een belangrijke IME. Die vindt op dit moment terug bij iets boven die 3 dollar cent. weten we deze uiteindelijk weer terug te gainen? Ja, dan kan je dus makkelijk weer door richting die bovenkant van die ribben. En die ligt ongeveer bij de 3,1 dollar cent op dit moment. Maar het is voor Fichey op dit moment wel belangrijk om zo snel mogelijk weer een gain te maken. Uit die onderkant van die ribben. Want als dit gezistes gaat worden dan is een verdere afkoeling natuurlijk wel logisch. En dan kan het zomaar zijn dat je richting die 2,86 dollar cent gaat voor VeChain. Waar die 100 IME ligt, die lichtblauwe lijn. En daarna vind je bij de 2,72 de 200 IME terug de gele lijn op deze grafiek. Kijk op dit moment dan naar de RSI op het 4 uur tijdsframe. Dan zien we daar ook wel afkoelingssignalen ontstaan. We zien namelijk dat er een dubbele open openstaat. We zien natuurlijk aan het einde van juli dat er een piek wordt gezet op de RSI bij de 75. Dat was ongeveer met de koers van 2,85 dollar cent. Daarna is de koers nog een keer hoger gegaan in het begin van augustus. Bij ongeveer dus de 3,1 dollar cent vinden we dat ongeveer terug. En we zien natuurlijk in de afgelopen dagen dat we zelfs boven de 3,2 dollar zijn uitgestegen. Maar je ziet dat de LRC wederom een lagere top heeft gezet. Dus op dit moment zien we ook wel een stapeling van bearish divergenties op het 40-tijdsframe voor FeedChain. chain. Dus een afkoeling lijkt op dit moment, als we weer die bearish divergenties zo zien, wel aanstaande. Als we dan nu verder gaan kijken naar de. Support levels voor Fechain op het 4-tijdsframe. Daar meten we als eerst de grotere Fibonacci uit. Die komt namelijk vanuit de bodem van 26 juli naar op dit moment de top van gisteren. Dan zien we op dit moment dus dat we die 0236 zijn verloren bij ongeveer dus de 3 dollar cent rond de 0382 van deze Fibonacci bij de 2,9 dollar cent ongeveer. En daarna de 0.5 vinden we terug bij de 2,7 dollar cent. Dat is ook mooi samenvalt met de highs. Die we hier nog gezet hebben in het midden van juli. Dus dat maakt natuurlijk ook het een belangrijk level voor de zogenaamde RS flip. Vallen we daar toch doorheen. Dan ligt de gold pocket bij 2,6 dollar cent ongeveer. En daarna heb je bij ongeveer die 2,5 dollar cent 0,786. Voordat je bij die low aankomt van de 26 e van juli. Bij de 2,2 dollar cent. Kijken we dan een stukje hoger. En kijken we naar de bodem die gezet is in het begin van augustus. Naar de huidige top. Dan zien we dus dat we een 0,5 als support hebben opgezocht. Bij die 2,9 en een halve dollar cent. En dat we op dit moment dus een poging gaan doen om die 0,382, die ongeveer bij die 3 dollar cent ligt, te rekenen. Lukt het allemaal niet en schieten we toch verder door naar onder. Heb je daarnaast de Golden Pocket bij de 2,88. Dollar cent en die loopt dan door tot met de 2,85 dollar cent. Daarna heb je de 0,786 bij de 2,77 dollar cent. Wat is ongeveer ook weer samenvalt met die high die we net al aanhaalden op die andere Fibonacci. Dus je ziet dat er wel wat conformiteit ligt op dat level van die high. Die is gezet is in het midden van juli. Gaan we op dit moment dan nog kijken naar de structuur. Dan zien we in ieder geval dat die structuur er gewoon natuurlijk positief uitziet. We zien dat Fiatje natuurlijk in juni op een gegeven moment zijn bear market bodem heeft aangemaakt. Vanuit daar, als we het pannetje er even bij gaan pakken, zien we natuurlijk dat dit die low is. Zitten we hier een mooie high. Dan hebben we hier uiteindelijk wel lokaal wat lopen klungelen met eerst een hogere bodem. Wat vervolgens een lagere top werd. Hierdoor werd dus de lokale structuur eventjes een stukje bearisher. Want dat is ook nog geconformeerd met een low-low. Maar als je naar de grote structuur kijkt, is dit natuurlijk ten opzichte van deze high die we net als eerste aan stippelen, wel een hogere bodem geweest. Dus de structuur op het grote plaatje bleef geldig. Dan is dit de bodem, dit de high, dit de nieuwe bodem. En op dit moment hier de nieuwe top staan en hier wederom een hogere bodem. En dat ziet op dit moment natuurlijk heel erg positief uit. Je wilt dus sowieso echt niet meer onder die low komen van 26 juli. Vandaar dat we dus daar zojuist die Fibonacci ook hebben vanuit gemeten. Die ligt dus ongeveer bij die 2,2 en een halve dollarcent. En het liefst blijven we natuurlijk ook lokaal hoog zitten. Want op dit moment heb je natuurlijk dan hier de high, een bodem, high high, hogere bodem. En op dit moment gaat het zo een beetje door. Als we zo de cirkeltjes snel tekenen. Hogere toppen, hogere bodems. Maar het is dus echt belangrijk dat die grote structuur voor 4-chain geldig blijft. En daarvoor kijken we op dit moment naar de low van 26 juli. Dus Fichein kan echt nog wel een stukje corrigeren voordat die grote structuur in gevaar komt. Maar op dit moment zou het mooiste zijn als we in ieder geval eigenlijk al de low van die begin van augustus vasthouden. Die ligt ongeveer bij die 2,6 en halve dollar cent. Maar de grote low staat dus bij de 26e van juli. Breken we daar toch doorheen door die low van augustus? Ja, dan kan het dus zijn dat we langzaam maar zeker. Richting die low gaan van 26 juli. Maar zolang we daar boven blijven, zou dat dus zomaar eens een nieuwe low kunnen zijn. Kijk op dit moment lokaal, dan lijken we wel dus weer aan een structuur te zijn begonnen. Zien namelijk op een gegeven moment dat we een lower low hebben gezet. En op dit moment wordt dus de grote vraag of we ook daadwerkelijk weer verder gaan met het zetten van lagere toppen. En dus langzaam maar lokaal een beetje beginnen af te koelen door natuurlijk de stapeling van divergenties. Op dit moment is het ook simpel voor feature in welk level we willen kennen? Dat is namelijk de 3,1 dollar cent. Dat is namelijk een aantal keer de afgelopen periode support geweest. Dus deze willen natuurlijk weer heel erg graag kennen, Want deze zal nu natuurlijk weer resistance worden. En als we dan op dit moment als laatste nog gaan kijken naar de resistance devils. Dan meten we daarvoor een Fibonacci uit. Die komt vanuit die top die gezet is in 6 juni. naar op dit moment die bear market bodem. En als we deze Fibonacci dan uitmeten. Dan zien we dat de volgende prijstargets targets voor FiatChain op dit moment als eerste 0706 weer zijn. Dit is ongeveer bij die $3 cent ligt. Daarna ligt de top dus bij de $3,3 cent. En de 1,236 en de 1,618 van deze functie vinden terug bij de $3,6 en de 4,15 dollar cent. Dan zitten we weer voor deze korte prijsupdate update over FiatChain. Vond je het video leuk? Dan zeker een duimpje omhoog achter. En berg niet gaan YouTube kanaal doe dan zeker hier beneden. top die om de op te klikken. Ben je lid van onze community? Dat je zeker via linken in de beschrijving. En dan spreek ik jullie morgen weer met een gloednieuwe video. En wens ik jullie nog een hele fijne avond toe. Tot morgen!